super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Als je zin hebt in deze weekvlog video, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ons kanaal als je toch bezig bent. Klik op het belletje. Ik vind belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. Ik zit op Blondie. Ik heb zo les over 10 minuutjes. Dus ik ben even aan het instappen. Ga ik zo even draven. En kom daar en heb ik les. Nou, dat gaan jullie nu zien. Het is vandaag zaterdag en we gaan vandaag dressuur rijden met Tess. We hebben woensdag ook, dressuurles gehad. Toen had Blondie wat moeite met ontspanning in de lijf en daardoor lengte in de passen op te zoeken. Dus dat wil ik graag vandaag weer, daar wil ik graag vandaag weer even mee beginnen. Dat we goed kijken dat Blondie los is om het been en aan het been. Dat we nog iets meer die ontspanning en die lengte in het lijf kunnen krijgen. Heel mooi, Tess. Goed, tussen twee kuiten. Ja, daar weer een beetje up. Wordt het strak, meteen weer er naartoe drukken. Merk je dat ze weer snelle pasjes gaat maken, ga je weer iets trager licht rijden. Maar het liefst, zelfs als jij in je zit een keer iets opvangt, zegt jouw been nog steeds tegen haar lichaam, kom op meisje, je kan dit. Zo, ja. En je rechterkant. Ja, dus draai dan gewoon sneller in, dat je nog een keertje wat meer opzij kan doen. Ja, ja. Lift met je been zo lang. Ja hoor, zet maar door. Goed zo, ja, opzij. En lekker zitten, lekker zitten, lekker zitten. Vanuit je onderrug. Zo, ja, ja, opzij, 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 opzij. Heura, ja, goed zo. Goed zo. Oh, ja, pas je vlug. Goed zo, ja, goed zo, maak een vlug. Hartstikke goed. Ja, en dat weer opvangen in je zit. Zeg je in je zit weer, oh meisje, je hoeft niet hard. Maar je moet wel die energie houden. Goed zo, zo heb ik even een hand gehad. Ja, heel veel, ja, goed zo. Hartstikke goed. Hou er tussen. Je bent nog steeds bewust dit aan het doen. Zo. Altijd als je de hals, weet je, dat zie je aan jezelf, als je de hals laag gaat, komt altijd je kont een beetje omhoog. Zo kun je bijna niet de hals trekken. Goed, de test. Lekker zo dat doorzit ook. Volgende keer als we dan ietsje minder water hebben of binnen, dan doen we ook even een beetje wijken en zo meenemen. Heel goed. Die overgangen zo blijven doen. En waar het kan, ga je dan zo een beetje opzoeken. Hè. Tot hoe ver kan ik naar voren, maar moet ook weer terug kunnen. En dat je uit op terug weer naar voren die lengte opzoekt. Goed zo. En als het zo goed voelt, ook lekker elke dag een beetje dat door zitten oefenen. En wordt het toch een beetje strak, hè, dat ze denkt, hoe, wat gaan we doen? Gaan we galopperen? Want dat doet ze eigenlijk een beetje. Hè. Ze gaat alvast dat ze denkt, zal ik alvast? Ga dan meteen weer een beetje wijken. Dan ga je slangenvoltetjes rijden, dat je meteen weer een beetje dat lichaam kunt wijken. Ja, en doe onderweg ook, zelfs al ben je aan het losrijden voor het springen, als het even rijden en weer even die hals trekken. Even rijden en weer even die hals trekken. Dat ze nog meer leert daar die lengte en die ontspanning te pakken. Goed zo hoor, hartstikke goed gereden. Het is vandaag zondag. Het is zondag vroeg. Gisteren heb ik les gehad. Ik vond dat het goed ging. Het ging weer een stukje beter dan vorige keer. Want als je omhoog gaat, dus heel veel oefent, traint en dingen doet, dan ga je omhoog. En dan soms heb je even een dipje. Maar vandaag was dat dipje niet helemaal naar beneden, maar ietsjes omhoog. Dus dat was wel fijn. Een nieuw concept in het Westland. Schapen die getransporteerd worden over de weg. We hebben hier schaaphoeders. In het oranje, denk ik. En dan vervolgens hebben we ook nog twee honden. Hoe cool is dat? Kijk, daar gaan de schaapjes. Dat is leuk. Dat is dus heel spannend. Goedemorgen. Iedereen staat op voor me. Hallo wijfie. Hallo. Lag jij ook lekker te slapen? Lag jij ook lekker te slapen? Oh, ze lagen allemaal. Sorry, Kier, ik heb je wakker gemaakt. Het is op dit moment 6:00. Dus na de avondklok zijn we buiten. De
avondklok is al voorbij. Maar ik heb zo'n school. En door de avondklok kunnen wij minder lang op de college zijn. Dus dan gaan we maar iets eerder. Galop. Goed zo. Het is vandaag woensdag. En we zijn met de boer on tour onderweg naar Bianca. We zijn inmiddels bijna klaar. Ik ga vandaag naar het roze. Ik heb een mooi roze dekje. Ik heb een klein roze zweepje. Een roze halstertje. En roze in de frontriem. Roze nagels. Kijk, past dat erbij? Soort van, eigenlijk niet. Soort van, roze cap. Roze spoorbandjes. Nou, helemaal mooi. Ik ga er hoofdstel in doen. Flappy pakken en dan gaan we rijden. Heb je zin in? Jij hebt toch gesprongen? Ja. Ja. Afgelopen donderdag. En hoe ging dat? Afgelopen donderdag heb ik met haar gesprongen. Dat ging best wel erg goed. Ze stelde zich wel een beetje aan, waardoor we het eerste rondje hadden gedaan met een zweepje, waardoor het wel een stuk beter ging. Even één ding. Een paard stelt zich niet aan, hè? Oh. Ze vond het een beetje spannend. Ja. En dan waren jullie elkaar weer een beetje onzeker aan het maken. Ja. Nee, weet je, het is een paard. Heeft natuurlijk niet een emotie zoals wij. Hè? Dat ze vandaag denkt, ik vind het eng en ik heb er vandaag gewoon geen zin. Ik stel me even lekker aan. Zo werkt een paard natuurlijk niet. Een paard is een instinctief dier. Dus alles wat ze doen is uit hun natuurlijke instinct. Ja. Dus als hij denkt, die hindernis, die kan mij wel eens opvreten. En als die ruiter dan erop denkt, ja, die hindernis kan ons opvreten. Ja? Dan vinden jullie het samen spannend. Maar als hij denkt, hoe, die hindernis kan mij opvreten. En jij denkt, nee, dat is helemaal niet waar. Dan denkt hij, oké. Nou, meteen weer zorgen dat jij de druk op je beugels houdt, hè. Kijken dat je met je kuit, de onderkant van je kuit, been geeft, hè? Dus met je enkel. En niet dat je je hak daarvoor omhoog gaat trekken. Maar eens kijken dat hij weer mooi, net zoals de vorige keer begonnen, dat hij gaat stappen met lengte in die hals. Ga eens lekker draven. Kijk voor je, actief houden. Goed zo. Nieuwe binnenbeen, kijken naar rechts, binnenbeen aanleggen. Binnenhand iets van de hals. Kom, tikje actief houden. Goed zo. Actief houden. Kijken naar het balletjes. Goed. Ah, dit was natuurlijk niet ideaal. Maar hij loopt wel door. Nou kun je iets ontspannender blijven zitten. Dan gaan we even weer kijken dat we iets... Oh, maakt niet uit. Ja, even, het gaat me er even om. We gaan even weer even die ontspanning krijgen. Kijken en we een beetje naar gevelen krijgen. Actief draven, niet te chokkerig draven. Dus lekker voor, binnenbeen eraan. En weer door, nog maar een volte. Die auto kwam van rechts. Oh nee, links. Dus jij hebt voorrang. Binnenbeen. Oh, nog een volte. Binnenbeen, zo, ja, heel goed. En weer ontspannen. Ontspannen, actief draven. Kom. Kijken dat je één en hetzelfde tempo krijgt. Kijken dat je mooi één en hetzelfde tempo krijgt. En door, probeer als je hem dan tegenhoudt, dan wil je hem ineens ook weer heel erg terug langzaam hebben. Hè, dan ga je hem eigenlijk weer bijna stilzetten. Dit is goed. Geef niks. Handen mooi iets mee naar voren doen op die balletjes. Het is wel goed voor zijn coördinatie hoor. Hij is hier nog best wel. Hij mag hier best wel wat handiger in worden. Nog een keer. Hij vond het weer een beetje spannend, hè? En weer aangaloperen. Ja, dit is beter. 1, 2, 3, 4, 5. En hoeveel glossprong had je nou? Ja, dus wat gaan we nou doen? Langzamer. Langzamer, hè?
Gaan we weer 6 rijden. Doen. Rust, goed zo. 1, 2. Ja. Is nog niet perfect. Want het was nou 5:45. Goed zo. Eventjes stappen. Dan begin maar eens. Zitten. Pik, 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 pik. Oh ja. Heel goed gedaan, Tess. Even, doe eens even belonen. Even belonen. Een keer van hand veranderen. Doen we nog een keer en dan is 1. Zie je, en dan twijfelt hij ook helemaal niet meer, hè? Kijk goed. En gewoon doorgaan. Kijk, en dan is 2. Kijken. Blijf galopperen. Goed. En je vergeet er 1. Ja. Hindernis 3. Denk aan hindernis 3. Goed. Denk aan hindernis 3. Goed. Kijken naar 4, want die komt snel. Buiten teugel, binnenbeen, buiten teugel. Blijven galopperen. Prima. Zo, ja. Prima. Kijk goed, Tessa. Nou, hier. Goed zo. Kijken naar 4, want die komt snel. Binnenhand ligt van de hals en doorgaan, 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 doorgaan. Goed zo. Prima. Kijken naar 6, hè. Kijken, want die komt vlug. Doorgaan, goed zo. Heeft niks, heel goed. Mooi. Ja. Nee, het ging ook gewoon heel goed. Ik snap wel, je hoeft ook niet altijd, je hoeft geen vragen te stellen, hè. Het is geen moeten, hè. Maar als er dingen onduidelijk zijn, dan moet je ze zeker wel vragen. Ik vond dat je in ieder geval, dit was goed. Het begint er makkelijk uit te zien. Blondie begint handiger te worden. Ik zou wel regelmatig ook die drafpaaltjes doen zo. Dat is goed voor zijn coördinatie. En dat hij weet van waar zijn mijn benen. En ook, dan wordt hij ook wat sterker van. Dat is gewoon een goede oefening. Het is inmiddels alweer een tijdje later. Het is dark geworden buiten. En wij gaan nu naar huis toe. We hebben spullen opgeruimd, trailer opgeruimd en schoongemaakt. Hapjes gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer. Gaat hij lekker onder mijn bed, was hij. Hier heb je je kussen. Ja, ja. Ja, ja. Goed zo. Dus zorg dat je bovenbeen, dat je eigenlijk je bovenbeen al lang maakt. En echt op je beugel steunt. Zo, ja. Goed zo. Doe het goed, maar probeer dan net dat je hand niet reageert op je been, hè. Maak ze meer verbinding. Probeer dat in je hand te zorgen dat je dat gelijk maakt. En daar met je been achteraan te rijden. Goed zo. Ja, goed zo. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Hartstikke net je elleboog een beetje strak. Goed zo. Dus zorg dat je voelt dat je in die schouder en die elleboog kan blijven bewegen. Zodat je daar dus die hand niet naar beneden toe hoeft te duwen. En je mag best als je wil dat je daar hoofd iets lager wil. Mag je best je ringvinger een beetje naar beneden wat vragen. Maar dat je niet je arm recht maakt. Goed zo. Ja, keurig. En dan ga je zo meteen van de hand veranderen. Teugel. Niet door laten drammen in de draf. Niet, ja, goed. Dat moet je gewoon elke dag doen. Let op. Ik wil niet haar neus naar rechts. Goed. Oké. Ga je nog een keer doorzitten? Ja, blijf rijden. Blijf daar gewoon onverstoord doorrijden. Zo. Blijf daar een beetje je zin door. Blijf een beetje aangeven wat je wil. Totdat zij je ook begrijpt. Want dat kan ook wel eens zijn, hè? Dat je elkaar misschien niet helemaal begrijpt. Daar. Duimen mooi bovenop. Knieën mooi los. Lange bovenbenen en je kuit aan je paard. Goed, ga je zo weer licht rijden. Goed zo. Heel goed. Heel goed. Mooi. Oh, hier gaat ze bijna te diep. Goed zo.
tempocontrole en een beetje been erbij. Goed zo. Ja, ja. Kijken of je hier weer kan kijken of je die passen ruimer kunt rijden met je kuiten. Dit is eigenlijk heel goed. Ho, zonder dat we hard gaan en juist weer een beetje strak worden. Je wel dat we zo ook meteen meer controle hebben dat hij nog meer die hals wil laten zakken naar beneden. Kijk eens, lekker met dat neusje over de grond. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Blijf dit doen zo, Tess. Goed zo. Heel fijn zo. In het begin was ze ietsje meer gespannen als de afgelopen keer. Maar zo met de overgangetjes en van hand veranderen en stukjes die buiging om je binnenbeen. Ben je er eigenlijk wel weer heel snel mooi doorheen gekomen. Stukjes doorzitten ging heel goed. Daar werd het eigenlijk uiteindelijk ook beter van. Omdat je er dan natuurlijk iets op je moest laten... Hoe zeg je dat? Dat ze daardoor iets op je moest blijven wachten. En nu aan het eind hadden we ook de galop en de draf overgangen. Heel erg mooi, hè? Hartstikke goed. Superleuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Ik ben volgende week jarig, dus vergeet volgende week zeker niet te kijken naar de video. Dus dan zie ik jullie dan weer. Doei doei!